Ik had een aantal leerlingen die constant in de klas aan het roepen waren als ze het antwoord wisten. Maar ik had ook leerlingen die weigerden mee te werken in de klas, die er gewoon passief zaten. En daarom heb ik een systeem ontwikkeld om iedereen bij de les te betrekken. We gaan vandaag terug met onze kaartjes werken. Dus ik ga iedereen 3 kaartjes geven. Bij het begin van de les krijgen alle leerlingen evenveel kaartjes. En het is de bedoeling dat ze op het einde van de les de kaartjes kwijt zijn door mee te werken. Dus door een vinger op te steken, het kaartje op te steken. En dat ga ik dan ophalen en mogen ze het antwoord geven. Noten. Noten. Heel veel kindjes die ook allergisch zijn aan... Een allergie op noten. Het is ook goed voor leerlingen die anders bijna niet aan het woord komen, omdat ze bang zijn om antwoorden te geven. Ook voor leerlingen die de lessen niet zo graag volgen. Ze worden verplicht van hun kaartjes kwijt te geraken, omdat ze anders een taak krijgen. Goed, wie heeft er nog kaartjes? Het is heel gemakkelijk om te gebruiken. Het is ook gemakkelijk om te maken. Het is enkel maar 1 blad te maken, te kopiëren, te plastificeren. En je kan het in alle lessen blijven gebruiken. En het werkt echt heel goed.